ga voor jullie de tekst lezen van een sprookje, De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dit heb ik oorspronkelijk in het Engels gepresenteerd en nu komt er een Nederlandse versie van. Ik ga een journaal presenteren in chronologische volgorde over de virusgolf die rond december 2019 over de wereld begon te rollen. 7 onderwerpjes. 1. De Nieuwe Kleren van de Keizer, een sprookje van Hans Andersen, een metafoor. 2. Wat gebeurde er allemaal in Nederland vanaf het begin van de pandemie? 3. Hoe reageerden we? Welke oplossingen, remedies en vormen van beheer zijn gekozen en uitgeprobeerd? Door wie? 4. Welke informatie werd gedeeld en door wie en wat zijn de bronnen? 5. Wat zijn de getuigenissen van patiënten, medisch personeel, artsen, verpleegkundigen, virologen en de resultaten van onderzoek, de conclusies en de open vragen? 6. Hoe en tot welke effecten werkt het vaccinatieprogramma, wat problemen veroorzaakt of nuttig blijkt te zijn om de gemoedsrust te herstellen? 7. Wat moeten we denken omtrent een vaccinatiepaspoort? Wat zijn de meningen? Ik raad jullie trouwens sowieso aan om zelf onderzoek te doen en dat je eigen te maken. Dat is meer overtuigend dan wat ik hier vertel. Verder met de tekst. Mijn opvattingen en conclusies over wat ik bestudeer in wetenschappelijke rapporten en verslaggeving van dokters, verplegend personeel, virologen, patiënten en hun familievriendenkring. Van wat ik meen te begrijpen. Ziekte en beheer van de gezondheidszorg, behandeling van patiënten, het verbod om dierbaren te bezoeken in hun laatste uur, bedrijven die tot stilstand komen, werknemers die hun baan verliezen, ouders die thuiswerken met de extra taak om voor hun kinderen te zorgen wanneer scholen gesloten zijn. Onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen verschijnen in onze wereld, gevolgd door een tweede golf. En mogelijk nog meer in een nogal duister scenario, oftewel, zo wordt het meestal gepresenteerd. De kweekvijver van een collectieve mening zit nogal vol met snoeken, lijkt het. Kijk naar wat er gedeeld wordt op sociale media, alternatief of mainstream, televisie en radio, in gesprekken, live, van persoon tot persoon, oog in oog. Denk aan de termen fake news, sensationalism, false flag event en al dat soort termen die we de laatste 10 jaar zien opduiken, meer en meer. Wat nu volgt is het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Vele jaren geleden leefde er een keizer die zo vreselijk veel van mooie nieuwe kleren hield, dat hij al zijn geld uitgaf om zich mooi te maken. Hij bekommerde zich niet om zijn soldaten en het theater of een rijtour in het bos vond hij alleen maar leuk om zijn nieuwe kleren te laten zien. Voor ieder uur van de dag had hij een ander gewaad. Zoals je over een koning zegt dat hij in de ministerraad zit, zo zeiden ze hier altijd: de keizer is in zijn kleedkamer. In de grote stad waar hij woonde was het leven heel genoeglijk. Iedere dag waren er vreemdelingen en op een dag kwamen er 2 bedriegers die zich voor wevers uitgaven en zeiden dat ze de mooiste stoffen konden weven die je maar bedenken kon. Niet alleen de kleuren en het patroon waren ongelooflijk mooi, maar ook hadden de kleren die ervan gemaakt waren de wonderbaarlijke eigenschap dat ze onzichtbaar waren voor iedereen die niet voor zijn ambt deugde of die onvergeeflijk dom was. Wat een fijne kleren, dacht de keizer. Als ik die aan heb, kan ik erachter komen wie er in mijn rijk niet deugt voor zijn ambt. Dan kan ik de knappe van de domme onderscheiden. Die stof moet ik meteen laten weven. En hij gaf de bedriegers een flink handgeld, zodat ze met hun werk konden beginnen.
Ze zetten ook twee weefgetouwen op en deden alsof ze werkten, maar er zat helemaal niets op het weefgetouw. Uw touw weg vroegen ze om de fijnste zijde en het prachtigste goud. Dat stopten ze in hun eigen zak. En ze werkten aan de lege weefgetouwen en dat nog wel tot diep in de nacht. Nu zou ik eigenlijk toch wel eens willen weten hoe ver ze zijn met de stof, dacht de keizer. Maar het werd hem wel een beetje vreemd te moede, als hij eraan dacht dat wie dom was of niet voor zijn ambt deugde, de stof helemaal niet kon zien. Hij wist natuurlijk wel dat hij voor zichzelf niets te vrezen had, maar hij wilde toch liever eerst iemand anders sturen om te zien hoe het ermee stond. Alle mensen in de hele stad wisten welke wonderbaarlijke kracht de stof had. En iedereen was erop gebrand om te zien hoe slecht of dom zijn buurman was. Ik stuur mijn oude eerlijke ministers naar de wevers, dacht de keizer. Die kan het best zien hoe de stof wordt, want hij heeft verstand en niemand doet zijn werk beter dan hij. Toen trad de brave oude minister de zaal binnen, waar de twee bedriegers aan de lege weefgetouwen zaten te werken. De hemel beware me, dacht de oude minister, en hij sperde zijn ogen wijd open. Ik zie niets, maar dat zei hij niet. De beide bedriegers verzochten hem dichterbij te komen en vroegen hem of het geen mooi patroon was en of het geen prachtige kleuren waren. Toen wezen ze naar het lege weefgetouw en de arme oude minister sperde zijn ogen steeds verder open, maar hij zag niets, want hij was niets. Lieve hemel, dacht hij, zou ik dom zijn? Dat had ik nooit gedacht en dat mag geen mens weten. Zou ik niet deugen voor mijn ambt? Ik kan ze toch niet vertellen dat ik de stof niet kan zien? Nou, u zegt zo weinig, zei degene die aan het weven was. Oh, maar het is prachtig, gewoonweg schitterend, zei de oude minister en hij keek door zijn bril. Dat patroon en die kleuren, ja, ik zal aan de keizer zeggen dat het mij bijzonder goed bevalt. Oh, dat doet ons plezier, zeiden de twee wevers en nu noemden ze de kleuren en ze beschreven het bijzondere patroon. De oude minister lette goed op, zodat hij dat kon navertellen, als hij bij de keizer kwam, en dat deed hij. Nu verlangden de bedriegers meer geld, meer zijde en goud. Dat hadden ze nodig voor het weven. Ze staken alles in hun eigen zak. Er kwam geen braad aan het weefgetouw, maar ze gingen nog steeds door met weven aan het lege weefgetouw. De keizer stuurde weldra weer een brave raadsheer om te zien hoe het met het weven ging en of de stof gauw klaar was. Het verging hem net als de minister. Hij keek en keek, maar omdat er niets anders was dan lege weefgetouwen, zag hij niets. En, is het geen prachtig stuk stof? Vroegen de bedriegers, en ze vertelden over het prachtige patroon dat er helemaal niet was. Dom ben ik niet, dacht de man. Zou ik dan niet deugen voor mijn goede ambt? Dat is toch te gek, maar dat moest je niet laten merken. En toen prees hij de stof die hij niet zag en verzekerde hem hoe goed de mooie kleuren en het prachtige patroon hem bevielen. Het is gewoonweg schitterend, zei hij tegen de keizer. Alle mensen in de stad spraken over de prachtige stof. Toen wilde de keizer zelf ook gaan kijken, terwijl de stof nog op het weefgetouw zat. Met een hele schare uitgelezen mannen, waaronder de twee oude brave raadslieden die er eerder waren geweest, ging hij naar de listige bedriegers die nu uit alle macht weefden. Maar dat had geen draad om het lijf. En is het niet magnifiek? Vroegen de twee brave raadslieden. Moet uw majesteit eens zien wat een patroon, wat een kleuren. En toen wezen ze op het lege weefgetouw, want ze dachten dat de anderen de stof vast wel konden zien. Wat krijgen we nou? Dacht de keizer. Ik zie niets, maar dat is verschrikkelijk. Ben ik dom? Deug ik niet voor het keizerschap? Dit is het vreselijkste dat me kon overkomen. Oh, het is heel mooi, zei de keizer. Het heeft mijn allerhoogste instemming. En hij knikte tevreden en bekeek het lege weefgetouw. Hij wilde niet zeggen dat hij niets kon zien. Het hele gevolg dat hij bij zich had keek en keek, maar zag al niets meer dan alle anderen. Toch zeiden ze net als de keizer, oh, het is heel mooi. En ze raden hem aan van deze nieuwe prachtige stof kleren te laten maken voor de grote optocht die binnenkort zou komen. Het is magnifiek, schitterend, excellent, klonk het van mond tot mond. En allemaal waren ze er zielstevreden over. De keizer gaf ieder van de bedriegers een ridderorde voor in hun knoopsgat en de titel van weefjonker. De hele nacht voor de ochtend, waarop de optocht zou plaatsvinden, bleven de bedriegers op
en ze hadden wel 16 kaarsen aan. De mensen konden zien dat zij druk hadden om de nieuwe kleren van de keizer af te krijgen. Ze deden alsof ze de stoffen uit weefgetouw haalden. Ze knipten met grote scharen in de lucht. Ze daaiden met naalden zonder draad en zeiden tenslotte, kijk, nu zijn de kleren klaar. De keizer kwam zelf naar ze toe met zijn voornaamste hovelingen en de twee bedriegers hielden hun arm omhoog alsof ze iets vasthielden en zeiden, kijk, hier is de broek, hier is de jas, hier is de mantel en zo verder. Het is licht als spinrag. Je zou denken dat je niets aan had, maar dat is juist het bijzondere ervan. Ja, zeiden alle hovelingen, maar ze zagen niets, want er was niets. Zou het uw keizerlijke majesteit allergenadigst behagen voor uw kleren uit te doen? Vroegen de bedriegers, dan zullen we u de nieuwe aantrekken, hier voor deze grote spiegel. De keizer deed al zijn kleren uit en de bedriegers deden alsof ze hem steeds een van de nieuwe kledingstukken gaven die ze gemaakt al zouden hebben. En de keizer stond voor de spiegel te draaien. Lieve hemel, wat staat dat mooi. Wat zit dat goed, zeiden ze allemaal. Wat een patroon, wat een kleuren. Dat is een kostbaar kostuum. Buiten staan ze te wachten met het baldakijn dat in de optocht boven uw majesteits hoofd gehouden wordt, zei de opperceremoniemeester. Ik ben ook klaar, zei de keizer. Zit het niet goed? En toen draaide hij nog een keer voor de spiegel, alsof hij zijn pracht nog eens goed bekeek. De kamerheren die de sleep moesten dragen, tasten met hun handen over de vloer alsof ze de sleep opnamen. Ze liepen iets in de hoogte te houden, ze durfden niet te laten merken dat ze niets konden zien. En zo liep de keizer in de optocht onder het prachtige baldakijn. En alle mensen op straat en voor de ramen zeiden, ach heer, wat zijn de nieuwe kleren van de keizer weergaloos. Wat een prachtige sleep heeft hij aan zijn mantel. Het zit als gegoten. Niemand wilde laten merken dat hij niets zag. Want dan deugde hij immers niet voor zijn ambt of was heel dom. Nog nooit hadden de kleren van de keizer zo'n succes gehad. Maar hij heeft niets aan, zei een klein kind. Ach heer, de waarheid moest je uit zijn kindermond horen, zei de vader. En de vader fluisterde tegen de ander wat het kind zei. Hij heeft niets aan, zegt het kind. Hij heeft niets aan. Maar hij heeft helemaal niets aan, riep tenslotte het hele volk. En de keizer kromp ineen, want hij vond dat ze gelijk hadden. Maar hij dacht, ik moet het maar tot het eind volhouden. En de kamerheren droegen de sleep. De kamerheren liepen de sleep te dragen, die er helemaal niet was. En nu volgt mijn journaal. Mijn stem. Ik breng mijn stem uit. Ik ben een voorstander van samenwerking in die zin dat een regering en haar bevolking een gelijke stem moeten hebben in het ontwerp en praktijk van een pandemiebeheer. Waar alles om levens en levensbehoud draait. Wanneer dat niet meteen een werkbare voorwaarde kan zijn, praktisch gezien, op het moment dat een overheid het heft in handen dient te nemen als het om levens gaat en het behoud ervan, althans zo wordt gedacht, wat je ook als redenatie erop nahoudt, het is zeker wel mogelijk om nu, anno maart 2021, zo'n gelijkwaardigheid in stem te hebben en in praktijk te brengen. Die kans is niet opgepakt in ons land, terwijl dat een democratisch principe is. De verklaring die in verschillende regeringsrapporten over een vaccinpaspoort wordt weergegeven, dat wij, het gewone volk, onze vrijheid terug zullen krijgen door een dergelijk paspoort te gebruiken, is naar mijns inziens gebaseerd op een misleidende redenering. Je pakt het ijsje van een kleuter af zonder iets te zeggen. De kleuter huilt, snapt het niet en zit met een betraand gezichtje beteuterd te kijken. Dan geef je het ijsje terug en zoals alle ouders snappen, het kind kijkt vrolijk en blij naar jou. Want het ijsje is weer terug en daar heb je voor gezorgd. Dat is alles wat het instinctief kan behappen. Snap je de vergelijking? Een kleuter kan nog niet snappen dat jij op oneerlijke wijze dat ijsje afpakt, zonder iets te zeggen. En dat ijsje is onze vrijheid. Wij hebben daar niet om gevraagd dat dit afgepakt zou worden. Ik meen dat velen van ons Nederlandse burgers in die kleuterfase zijn blijven steken.
De omstandigheden waarin een groot deel van de mensheid haar vrijheid heeft verloren zijn en worden gecreëerd door externe autoriteiten die een dergelijk plan hebben opgesteld. Niet met de burgers, maar voor de burgers. De Nederlandse burger in feite, de gehele mensheid, heeft niets te zeggen gehad en het heeft moeten navolgen wat het opgedragen werd. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom is het een vals argument om te suggereren dat we onze vrijheid terugkrijgen. Dat we daar blij om moeten zijn. Is werkelijk hilarisch. Voor mij is het onmogelijk om de vrijheid van individuele mensen of een hele bevolking weg te nemen, tenzij het een strafbaar feit betreft. Onrecht. Ik denk dat het gevolg van een top-down beleidvoering in het huidige pandemiemanagement altijd leidt tot sabotagepogingen, protestmarsen en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. We zien dat gebeuren over de hele wereld. Het is een psychologisch effect dat altijd opduikt in de geschiedenis van de mensheid. Waarom? Het mensenrecht voor vrijheid van meningsuiting en beweging is gerelateerd aan de wet van evolutie. Aan de essentie van groei, van het leven, van de natuur die niet kan worden onderdrukt of weggenomen. Groei van ons bewustzijn eveneens. En daar zal het leven zelf buiten alle menselijke controle om haar eigen bewegingen en uitdrukkingen laten zien, waar we niets over te zeggen hebben. Het is van groot belang om het te zeggen te krijgen over eigen drijfveer en motief, ons eigen doen en laten. Dit geloof ik. Het volgende citaat is van een man met diep inzicht, vind ik. Het kwam in me op, al denkend over de warboel en gebrek aan transparantie in protocols en berichtgeving omtrent het pandemiemanagement. Sinds eind 2019, want toen was het al in China bekend. Wanneer een goed verpakt web van leugens geleidelijk aan de massa is verkocht, over generaties, zal de waarheid volkomen belachelijk lijken en zijn spreker een razende gek. De ideale tirannie is die welke onwetend door zijn slachtoffers wordt beheerd. James Dresden. De meest voorkomende verklaring die ik heb ontvangen als reactie op mijn brieven aan vrienden in Groot-Brittannië en mijn geboorteland Nederland is: het is onmogelijk om toegang te hebben tot wat er echt aan de hand is. Het heeft geen zin om erachter te komen, want de informatie die we kunnen vinden loopt het risico een leugen, een misleiding of een sprookje te zijn. Dat klinkt voor mij alsof je zegt: ik kan niet eens beginnen aan te nemen dat ik in een positie ben om de waarheid te achterhalen. Want ze zullen er altijd voor zorgen dat ze krijgen wat ze willen. En wat ze willen, dat we gehoorzamen en doen. We kunnen onszelf niet voor de gek houden, denken dat we de macht hebben om dingen op dat niveau te veranderen. Zo is het altijd geweest. En daar eindigt het gesprek en ik hou mijn mond. Mijn innerlijke opmerking over het laatste deel van die verklaring is: wel, dat valt nog te bezien. Er is moed en gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid voor nodig om kennis en inzicht in het grotere geheel te verkrijgen. Is het niet? Als er één ding is dat ik volledig als mijn waarheid omarm, is het Charles Darwin's citaat: "The beauty of creation is its endless diversity." De schoonheid van de schepping is haar eindeloze diversiteit. Die diversiteit kan en mag niet stoppen en daar is op vele manieren schade in aangebracht, waarbij de huidige pandemie een voorbeeld daarvan laat zien, die ons in het gezicht staart. Het hangt er natuurlijk vanaf of we onze ogen open hebben en waar we naar kijken. Zelf neem ik die uitspraak als werkmethode, als een werk in uitvoering, in een actieve modus, zie je? Behalve dat we met voortschrijdende inzichten werken, zijn we zelf zowel degene die verandering brengen, als degene die in een veranderingsproces zijn. Wat het ook is dat voor ons nu voor ogen staat, nieuwe visie, nieuwe ideeën, nieuwe vormen van samenleving zijn naar mijn mening aan de orde. Het oude is voorbij. Wanneer jij het niet doet, wie dan? Wanneer je nu niet begint, wanneer dan?